Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video van Peetje's Haakhobby. Je ziet het hier al liggen, pakje 13, want het is vandaag alweer de 13e dag. Zo te voelen zit er weer garen in. Mijn assistent is weer naar school, dus ik moet nou het pakje weer zelf openmaken. Ja, dat dacht ik al. Het is de soffen, dus voor project B. Het is weer de 2510. Want ik had vanmorgen al naar het patroon voor deze dag gekeken. En we gaan weer verder haken aan het project B. En we gaan weer, wat had ik nou geteld? 15 toeren, geloof ik, dat ik geteld had. Weer dezelfde kleur doorhaken in de granietsteek. Gaat wel lekker snel. Ik hoef er ook niet echt bij na te denken. Dus ik zou zeggen, lekker koekje erbij. En aan de slag. Alweer klaar voor vandaag. Dit is het eindresultaat. Zoals ik al zei, vandaag 15 toeren in de granietsteek gehaakt. Granietsteek is een makkelijke steek om te haken, dat gaat lekker snel. Geen kleurwissels of wat dan ook, dus no problemo vandaag. Lekker bijgebleven. Zo kunnen denken, misschien is het wel saai om 15 toeren hetzelfde doen, maar het is ook wel lekker om gewoon eventjes goed bij te kunnen blijven. Dus, project B tot dusver. En het is alweer dag 14. En dan denk je misschien, hey, het pakje is al open. Ja, dat klopt. Ik was namelijk net al aan het filmen met openmaken. Heel verhaal al verteld en gefilmd. En toen kwam ik erachter dat ik hem niet op de goede instelling had staan. In plaats van gewoon op video had ik hem op timelapse staan. Ja, daar heb je als intro natuurlijk helemaal niets aan. Want het gaat heel snel en je hoort het vertellen niet. Dus ik heb de inhoud maar weer even terug in het zakje geduwd. Zodat ik het jullie nu wel kan laten zien. Ik had verteld in het mislukte filmpje dat ik denk dat ik na vandaag niet meer bij ga zijn met mijn projecten. Want vandaag gaan we weer aan project A werken. En dan gaan we aan beide lapjes weer een stukje mozaïek aanhaken. En op het moment dat ik dit nou aan het filmen ben, is het al 1 uur 's middags. Moet ik de hond nog uit laten lunchen? Over 2 uurtjes hebben de kinderen de school uit. Moet ik naar zwemles? Bladibladibla. Allemaal van dat soort dingen. Dus voor vandaag blijft er niet heel veel haaktijd over. Maar goed, ik ga hem nou gewoon uitpakken. Een beginnetje maken. En dan zien we wel hoe ver we komen. In het zakje van vandaag zitten 2 bolletjes. Natuurlijk van de scheepjes Katona, want daar wordt project A in gehaakt. Deze kleur hebben we al een aantal keren gehad. De 105. Dit is eigenlijk de basiskleur van beide lapjes, dus die is ook veel nodig. En dan hebben we hier een nieuw kleurtje. Die hebben we nog niet gehad in het project. Ik zag het vanochtend al toen ik even snel naar het patroontje aan het kijken was. Het is een blauwe kleur. Nummer 384. En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe dat blauwe kleurtje bij de tot nu toe kerstkleurtjes gaat staan. Zoals gezegd ga ik nu een beginnetje maken. Ik ga hem denk ik niet vandaag afkrijgen, zeker niet bij de lapjes. Maar we roeien met de riemen die we hebben en we genieten er gewoon lekker van. Want genieten doe ik zeker. Ik vind het echt heel leuk dat mozaïek haken. Allemaal nieuw voor mij, ik doe allemaal nieuwe dingen.
En natuurlijk ben ik ook heel benieuwd wat het gaat worden. En dit is hoe ver ik vandaag gekomen ben. Tada, tada. Dit stuk heb ik vandaag gehaakt. Dit is het eerste lapje met de kerstsokken. Daar komt dit patroontje boven. Het tweede lapje komt een ander patroontje boven. Die stond ook voor vandaag op de planning, maar daar ga ik nu niet meer aan toe komen. Want ik moet ook nog wat aan mijn kerstcall voor een wolplein doen. Daar lopen we ook een beetje achter mee. Dus ik hou het even bij deze lap voor vandaag. Dit is weer in dezelfde mozaïektechniek gehaakt als de boompjes. Op zich, als je die eenmaal door hebt hoe die werkt, gaat dat wel lekker vlot. De andere lap, de tweede lap... Daar komt ook een extra stukje boven, ook met blauw, maar een ander patroontje en ook in de andere techniek. Die komt in de techniek zoals dit gehaakt is. Dus, maar daar ga ik denk ik een andere dag aan werken, want ik heb nog wat werkjes van de kerstkool van Wolplein, zoals ik al zei. En ik denk dat ik die ook vandaag niet allemaal af ga krijgen, dus dan kom ik ook niet meer vandaag aan deze tweede lap toe. Maar ik ben al blij dat ik er eentje af heb gekregen. Dat was weer de video voor deze twee dagen. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Als dat zo is, druk dan even op het duimpje. Dan weet ik dat ook. Wil je weten hoe het verder gaat met deze adventkalender van Karo's Atelier? Of wil je weten hoe het met de kerstkool van Wolplein gaat? Druk dan op de abonneerknop. En druk dan ook meteen op het belletje daarnaast. Dan krijg je vanzelf een melding wanneer er weer een nieuwe video online komt. Ik ga nu lekker verder met mijn kerstkool. En ik zie jullie hopelijk bij de volgende video weer.